Dames en heren, de tweede persoon hier op podium, Arjen Roos, is geboren te Rotterdam. In 1960 kwam hij naar Tilburg voor zijn studie journalistiek. In Tilburg kwam hij zijn toekomstige echtgenote Rianne, hier ook aanwezig, tegen in wat Arjen noemt een gezellige groene stad in een leuke, natuurlijke en bosrijke omgeving. En dat moeten we zo houden. Als freelancer, journalist, neemt hij in 1993 het initiatief om samen met zijn vrouw Rianne een wijkkrant uit te brengen in de Reeshof. Onder meer door de goede samenwerking met de ondernemers in de Reeshof wordt die wijkkrant dus al 17 jaar wekelijks huis aan huis verspreid. Door zijn betrokkenheid bij Tilburg als stad richt hij uitgeverij Blad en Bloem op met als eerste uitgave van de Reishoeve naar Reeshof. Dat zoals de naam aangeeft de historie van deze prachtige nieuwe wijk beschrijft. Even kijken. Andere titels volgen en beschrijven andere stadsdelen van Tilburg zoals het Zand, Rijt, Wandelbos en de Heikant. In samenwerking met Henk Kuiper wordt het schitterende boek Tilburg, daar leeft meer dan je denkt, uitgebracht. Dat de gevarieerde stadsnatuur van Tilburg omschrijft. Jan vroeg mij erbij te vermelden dat het eentje wat we zo direct gaan overhandigen eigenlijk afwisselend gedragen moet worden door Arjen en Rianne. Want allebei zijn ze de motor achter zowel de Reeshof Heikrant en uitgeverij Blad en Boek. En persoonlijk moet ik zeggen dat ik met Arjen merk elke dag weer. Af en toe is het een vreselijk kritische man, maar wel een man met een ongelooflijke passie voor de wijk, voor de stad, voor de historie, maar ook voor de toekomst van onze stad. En ik denk ook wel dat je kritiek moet organiseren. En deze man slaagt er elke keer weer op zijn positieve manier een geweldige bijdrage te leveren aan uw prachtige wijk, maar ook aan onze prachtige stad. De onderscheiding, het zilveren intje, het derde exemplaar, zal nu worden overhandigd door koningin La Violou aan Arjen Roos. Ook een hartelijk applaus voor hem. Een applaus voor de onderscheiden Arjen Roos.